Goedemorgen, voorzitter van de Staten, leden van de Staten, collega-ministers en andere genodigden. Buen dia. Ik heb ook een spiekblaadje, maar ik ga het niet opvouwen. Het past nog niet in mijn jas. Ik hoorde daar net iets heel interessants wat u zei, meneer Rijman, dat we met deze applicatie de topambtenaren 25% minder zullen belasten met werk. Betekent dat dan dat ze meer kunnen gaan doen of dat we verder kunnen afslanken? Ja, prima. Een applicatie is iets wat je hebt om je te helpen om dingen te bereiken. En wij hebben als regering een visie voor Curaçao, die wil ik even oplezen, ken ik nog niet uit het hoofd. En dat willen we bereiken. In het jaar 2025 is Curaçao een land dat berust op goed bestuur, met hoge kwaliteit, duurzame sociaal-economische ontwikkeling en onderwijs, dat een ieder motiveert om het beste uit zichzelf te halen. Nou, daar worden een aantal elementen in genoemd waar we aan moeten gaan werken. Het moet een land zijn dat berust op goed bestuur. Dat is een item wat je kan uitwerken in plannen en projecten. Een hoge leefkwaliteit kun je ook uitwerken. Duurzame sociaal-economische ontwikkeling en onderwijs kun je ook uitwerken in allerlei plannen. En het moet ons allemaal motiveren om het beste uit onszelf te halen. Daar kun je ook acties voor ondernemen. Maar hoe doe je dat? Nou, elke regering die maakt zijn regeerakkoord. Daarin wordt vermeld waar de komende 4 jaar aan gewerkt gaat worden. Per ministerie. En als het goed is, moeten al die acties, al die afspraken, moeten bijdrage leveren aan het bereiken van deze Curaçao 2025. Wat doe je vervolgens? Je hebt je regeerakkoord, dan ga je werken aan een regeerprogramma. Het vertalen van al die wensen in concrete acties, concrete projecten. En dat zet je uit in de tijd. Want het regeerakkoord noemt geen tijdspannen. Het regeerakkoord zegt, in 4 jaar tijd wil ik dit doen. Nou, in je programma ga je dan zeggen, 2013 doe je dit, 2014 doe je dat, 2015 doe je dit, 2016 doe je dat. Nou, dat moet je doen. Vervolgens, elke ministerie die gaat dan kijken, hoe kan mijn ministerie hieraan bijdragen? Dan maak je in je ministerie een meerjarenprogramma met concrete projecten. En dan geef je precies aan wie er aan werkt, wat voor fondsen je ervoor nodig hebt, wanneer het moet beginnen, wanneer het moet eindigen. Vervolgens ga je kijken hoe ga je dit monitoren en hoe ga je dat rapporteren. Maar je gaat ook kijken wie heb je erbij nodig, anderen, derden. Maar ook welke derden hebben ons nodig om hun resultaten te kunnen boeken. Nou, kortom, het is een reeks van stappen die je moet ondernemen om datgene te bereiken wat je beoogt te bereiken. Nou, hoe ga je nou te werk? Onder andere door resultaatgericht te werken. Je moet echt op resultaten gaan concentreren en ook die resultaten bereiken. Nou, daar zijn er ook allerlei tools voor. En dit is daar één van, wat nu gepresenteerd wordt. Ik waardeer het zeer dat Bearing Point dit initiatief heeft genomen. Het is iets wat we samen moeten doen. Overheid, bedrijfsleven en de burgers samen moeten werken om de Curaçao te bereiken die we beogen te willen bereiken in 2025. En dan zullen we vandaag kennis maken met een paar onderdelen. Dan ga ik weer spieken. Smart Vision. Smart Start, Smart Dashboard en Smart Economy. Het zijn allemaal tools die ons kunnen helpen om resultaatgericht te werken om de Curaçao van het jaar 2025 te bereiken, met z'n allen. Maar ik wil eigenlijk melden dat het niet alleen bij een tool blijft. Een tool helpt je. Maar smart government is breder dan dat. Smart government betekent ook smart public servant. De ambtenaar moet ook smart gaan werken. Een tool alleen help je daar niet bij. En de magie van een tool is om je juist te kunnen prikkelen en te stimuleren om als gebruiker anders te gaan werken, anders te gaan denken, smart te gaan zijn. En die wisselwerking is belangrijk. En ik hoop dat vandaag de start van die prikkel gegeven wordt, dat men laat zien wat dit voor ons kan betekenen. En inderdaad, laten we het omarmen, laten we kijken of we er wat mee kunnen doen. En daarvoor is die executive discussion erg belangrijk. Laten we samen kijken hoe we dit verder kunnen ontwikkelen. Dat is erg belangrijk. We hebben tot nu toe steeds geprobeerd resultaten te boeken, maar op de een of andere manier lukt het niet. En we proberen iedere keer weer met wat anders. En ik denk dat we nu op een punt staan dat we gaan zeggen, we moeten het samen doen. Samen, bedrijfsleven, burger en de overheid. De overheid alleen kan het niet. Ik wens jullie vandaag een succesvolle executive discussion.
En een succesvolle dag. Helaas kan ik niet de hele dag aanwezig zijn. Ik moet straks resultaatgericht gaan werken met de vakbonden. Maar have fun today.